Hey, ik ben Jeroen Ooyslagers en dit is eigenlijk een van mijn favoriete boeken van het moment. Het zijn de spreekwoorden van Erasmus. Ja, het is dus een boek dat is ergens verschenen begin 16e eeuw. Het lijkt dik en uitgebreid, dat is het ook, maar het fantastische van Erasmus is dat hij in feite met dit boek, met die spreekwoorden, geprobeerd heeft om die 16e eeuwse lezer in contact te brengen met de antieke tijd, met de tijd van de oude Grieken en de Romeinen. Want dit is het fascinerende ervan. Het is geschreven in het Latijn, oorspronkelijk. Maar het gaat dus over die spreekwoorden die we kennen of die we voelen, die we wel eens gebruiken, waar we direct de wijsheid van voelen. En wat zegt Erasmus erover? Van ja, die spreekwoorden die we zoveel gebruiken, die gebruikten ze in de antieke tijd ook. En dus hij legt daardoor een link met zoveel eeuwen geleden en met de 16e eeuw. En nu legt hij, door dit te lezen, legt hij een link met de 21e eeuw. Dus één fantastische spreekwoord. Wat een nuchter man in het hart draagt, ligt de dronkaard op de tong. En dat blijkt een uitspraak te zijn van Plutarchus. Maar we begrijpen uiteraard allemaal wat dat betekent.